Het begint allemaal met een idee. Een idee voor een app. Maar hoe ga je dan verder? Wat moet je doen? Welke stappen moet je zetten als je een idee hebt? Dat zet ik vandaag voor je op een rij om in vier stappen een vliegende start te maken met jouw app. Hoi! Mijn naam is David van der Loo van App Specialist. En in deze video ga ik je dus laten zien welke stappen moet je nou zetten. Een van de meest gestelde vragen, dus ook niet zo vreemd dat jij je dat nu afvraagt. Uh, in deze video geef ik dus een samenvatting van een volledig artikel dat ik heb geschreven. Dat vind je hieronder. Aan het eind van deze video heb ik ook nog een volledig stappenplan voorbij deze vier punten. Oké, okay, laten we meteen beginnen. Eerste wat je wil gaan doen is eigenlijk op zoek naar... Het vastleggen van je motivatie. Heel vaak begint een app met een idee. Maar het kan zijn dat het idee gaat wijzigen als je bijvoorbeeld voortgang maakt. Of je komt dingen tegen, obstakels, dan is het idee soms niet voldoende. Daarom is het belangrijk om één ding te doen: heel makkelijk, pak even pen en papier en schrijf in een één zin op: waarom doe je dit? Wat levert dit voor jou op? Wil je mensen gaan helpen? Heb je er zelf voldoening uit? Doe je dat dus voor een bepaalde reden? Schrijf dat op. Want elke keer dat je op tegenkomt, denk je even terug aan: oh ja, waarom doe ik dit ook alweer? Dan kom je veel verder. En verder dus door het vastleggen van je motivatie. Oké, okay, punt 2 is dan het maken van een prototype. Dat kan ook echt super simpel. Op datzelfde velletje papier teken je gewoon wat lijnen van wat zou die app kunnen zijn? Misschien een lijstje van functies, of wat moet het gaan doen? Nou, dat kan zo makkelijk dat, eh, zelfs in de professionele omgeving, vaak een paper prototype wordt gemaakt, dus echt op papier wordt geschetst, een prototype. Maak het niet te moeilijk, ga niet helemaal meteen in detail treden, maar maak iets wat tastbaar is. Dat kan je echt al aan 2-3 minuten hebben gemaakt, gewoon wat losse schetjes, maar dat maakt het idee meteen tastbaar. En dat is gaaf, want dan gaat de Leven, dan is je idee niet meer iets in je hoofd, maar het staat echt ijs tastbaar. En dat zorgt ervoor dat je veel verder gaat komen. Ja. Zoals gezegd, maak het ook niet te moeilijk. Want de tweede of de derde stap die je na gaat komen, is eigenlijk het bepalen van de markthaalbaarheid. Je wil gaan praten met gebruikers om te zien: gaat dit werken in de markt? Want man, dat is zo belangrijk. Als je één ding kan meegeven in deze video, is het wel dat. Zorg ervoor dat je praat met gebruikers om te zien of je app. Toegevoegde waarde heeft. Oké, okay, en waarom vind ik dat nou zo belangrijk? Nou, omdat ik zoveel casus al heb gezien van apps en ook veel onderzoek heb gedaan naar wat een app populair maakt en elke keer komt het weer terug. Gebruikers moeten een app nuttig vinden. Als je een hele hoge nuttigheid of toegevoegde waarde van je app hebt voor die gebruiker, dan komen ze keer op keer bij je terug, gaan ze massaal downloaden en elkaar doorvertellen. Dus Plaats het nut, de toegevoegde waarde centraal. En hoe hoger die toegevoegde waarde is, hoe beter. Het is niet een aardigheid, wat mensen wel leuk gaan vinden, of wat jij een goed idee vindt. Nee, wat de gebruiker nou echt zoiets heeft: van nou, dat is een probleem en jouw app lost dat op. Nou, fantastisch, daar wil je naar op zoek en daar wil je dus gaan testen met het bepalen van de markthaalbaarheid. Heb je dat gedaan, dan kun je bijvoorbeeld weer terug in het doorontwikkelen van je prototype. En dat is gaaf. Als je een prototype maakt, dan kun je ook andere mensen daarmee infecteren. Dan worden andere mensen ook enthousiast. Gaan en ze jou helpen met het maken van jouw idee. Zoals ook met investeerders. Investeerders kunnen in heel veel verschillende vormen komen. Het kan zijn een subsidie, het kan zijn een lening, het kan zijn echt een investeringsmaatschappij. Maar wat ik zie, is dat vaak in het begin mensen beginnen met hun eigen geld. en kleine stukjes investeren. Of misschien met het geld van vrienden of familie om hen heen. Dat zouden al kleine stapjes kunnen zijn... Daarna komt vaak subsidie en daarna leningen en dan pas investeerders. Dus dat gaat eigenlijk in verschillende stapjes. En het prototype staat centraal om mensen enthousiast te maken, om uiteindelijk die financiering binnen te krijgen. Dus praat met investeerders en zij gaan je helpen om het ook wel uh, financieel haalbaar te maken. Oké, okay, nu denk ik wat je, weet ik wat je denkt. Oké, okay, dat is een goede start. Dit zijn al dingen die je zelf kunt gaan doen, waar je mee aan de slag kunt. Maar zet er nou eens in een overzicht. Hoe kan ik dat nou zien in totaal? Nou, daarvoor heb ik een tool voor gemaakt dat heet het van A tot app stappenplan tool dit is eigenlijk een screenshot van die tool naar <coughs> die tool dat is eigenlijk iets waar ik je online toegang toe kan geven en dan kun je eigenlijk zien wat zijn alle stappen maar ook wat is de achterliggende informatie daarachter. zodat je er meteen mee aan de slag kunt nou toegang geef ik je graag tot deze tool het enige dat je hoeft te doen is even onderaan het artikel je voornaam en je e-mailadres in te vullen dan krijg je automatisch een e mail toegestuurd met toegang tot deze tool alleen voor de mensen die dat invullen ik hoop dat je daar iets aan hebt, dat je ook een volledig stappenplan kunt gebruiken voor jouw app of jouw app-idee. Nou, volgende week heb ik weer een interessante video en ik hoop je ook dan weer te zien. Abonneer je op mijn YouTube-kanaal, dan krijg je ook een melding voor de video van volgende week. Tot volgende week.